We zijn ondertussen bijna aan het einde van ons webinar gekomen. We hebben al heel veel inspanning en in zekere zin zelfmotivatie van jullie gevraagd, maar hopen toch ook wel dat we voldoende interesse hebben kunnen wekken, ondanks het feit dat we dit digitaal moeten organiseren. Maar ik ga nu Bieke de Vrijne aankondigen voor jullie. Bieke de Vrijne werkt sinds 2019 voor de onderwijsinspectie. En daarvoor was zij toch wel enige tijd verbonden als professor onderwijs, effectiviteit en evaluatie aan de KU Leuven. Momenteel bij de onderwijsinspectie houdt ze zich naast het doorlichtingswerk onder meer bezig met bijdragen aan de onderwijsspiegel, want zij is binnen de onderwijsinspectie onderzoeksexpert. Jij hebt je presentatie gedeeld, neem ik aan, Bieke, en ik geef het laatste woord aan jou. Ja? Oké. Goedemiddag iedereen. Mijn naam is Bieke de Vrijne. En er zijn deze voormiddag al verschillende perspectieven op afstandsonderwijs of hybride onderwijs of gecombineerd leren de revue gepasseerd. En ik zal daar vanuit de Vlaamse Onderwijsinspectie nog een perspectief aan toevoegen. Voor deze toekomstgerichte denkoefening over afstandsonderwijs. Voor de onderwijsinspectie staat uiteraard onderwijskwaliteit centraal. Dat zal u niet verbazen. Of het nu gaat over klassiek onderwijs in klasse of over afstandsonderwijs via de laptop. En dus luidt de vraag, wanneer is afstandsonderwijs kwaliteitsvol? En het antwoord op die vraag, en dat zal velen onder u niet verbazen, het antwoord op die vraag is cirkelvormig. Het is een cirkelvormig antwoord. Want dit is het referentiekader voor onderwijskwaliteit. Het OKE. Dit cirkelvormige kader geeft aan wat wij, en dat is niet alleen de onderwijsinspectie, dat zijn ook de onderwijsverstrekkers, experten enzovoort, gezamenlijk verwachten van kwaliteitsvol onderwijs in Vlaanderen. En centraal in deze cirkel, in het middelpunt staat de ontwikkeling van de lerende. Dat wil zeggen dat alles in onderwijs uiteindelijk, direct of indirect, ten goede moet komen van de leerlingen. En dat is een standpunt dat we hier deze voormiddag al meermaals hebben gehoord. Dus kwaliteitsvol afstandsonderwijs is onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de lerende en dat voldoet aan dat referentiekader voor onderwijskwaliteit. Nu, als je die cirkel van dat referentiekader voor onderwijskwaliteit openplooit, dan krijg je dit. Dan krijg je een opleisting van 37 kwaliteitsverwachtingen, opgedeeld in 4 grote rubrieken. En die eerste rubriek, resultaten en effecten, is cruciaal om na te gaan of afstandsonderwijs kwaliteitsvol is. Ja, want, dat is hier al gezegd, de meerwaarde moet er zijn, het moet goed zijn voor de leerlingen. De technologie is niet het doel, dat is enkel het gereedschap om het leren te versterken. Okay. Dus bij een doorlichting zullen onderwijsinspecteurs altijd vragen, waarom doet u dit? Wat zijn de effecten daarvan op uw leerlingen? Hoe worden uw leerlingen hier beter van? Nu, de referentiekader voor onderwijskwaliteit, dat helpt ons ook om breed te kijken naar kwaliteit en naar de verschillende aspecten van kwaliteit. En dus helpt dat referentiekader ons ook om te kijken naar kwaliteitsvol afstandsonderwijs, kwaliteitsvol hybride onderwijs. En dat is meteen ook wat er bijvoorbeeld in die nota Digisprom staat. Daar staat dat er een referentiekader zal ontwikkeld worden dat spoort met dit OKE. En ik wil graag met u inzoomen op een aantal aspecten van dat OKE. Dat eerste aspect, dat ziet u hier, dat zijn die resultaten en effecten. Die zijn zeer belangrijk. Maar je kan ook kijken naar andere aspecten. Bijvoorbeeld naar toegang tot onderwijs en naar de leer- en leefomgeving. En de toegang tot onderwijs, dat is daarnet door mevrouw Timmermond ook al gezegd, dat gaat over recht op onderwijs. Dat gaat over de beschikbaarheid van laptops, van internet enzovoort. En dat hoort dus ook in dat referentiekader voor onderwijskwaliteit. Een ander belangrijk aspect, dat zijn de leer- en leefomgeving. Die moet zorgen voor fysieke en mentale veiligheid. Tijdens
reguliere doorlichtingen onderzoekt de onderwijsinspectie de bewoonbaarheid, de veiligheid en de hygiëne van schoolgebouwen. Terecht. Maar gaan wij ook tienerkamers onderzoeken? Eigenlijk weten we dat de leefomstandigheden van sommige jongeren thuis niet zo geschikt zijn als leer- en leefomgeving. En het is belangrijk dat scholen zich dat realiseren als ze doordachte keuzes willen maken voor deeltijds afstandsonderwijs en dat ze bijvoorbeeld leerlingen de kans laten om een deel van dat afstandsonderwijs misschien toch op school te volgen. Of te voorzien dat leerlingen een plek hebben waar ze dat afstandsonderwijs kunnen volgen als dat thuis moeilijk zou lopen. Wees gerust, ik ga met u niet alle 37 kwaliteitsverwachtingen van het OKE doorlopen, maar er is er toch nog één die ik graag, of meerdere die ik graag met u wil bekijken. Namelijk het borgen en bijsturen. Dat is eigenlijk het aspect kwaliteitsontwikkeling. Dat gaat over het grondig opvolgen van vernieuwingen zoals afstandsonderwijs. En scholen die willen afstandsonderwijs verankeren, dat betekent dat ze de effecten en de neveneffecten daarvan in kaart brengen. Dat betekent dat ze de goede, werkzame zaken, dat ze die borgen en dat ze bijsturen wat nog niet helemaal vlot verloopt. En zo doorlopen ze telkens opnieuw de cirkel, bijvoorbeeld een PDCA-cirkel, om te kijken of hun beslissingen werken. Ik denk dat deze kwaliteitsverwachtingen eigenlijk een stimulans zijn voor vernieuwing, maar voor doordachte vernieuwing. Dat wil zeggen, op dit moment zijn er een aantal lerarenteams die staan te popelen om, als deze pandemie voorbij is, een combinatie van afstandsonderwijs en contactonderwijs te verankeren. Ik denk dat we die enthousiastelingen wel een speeltuin, een proeftuin moeten bieden om verder te onderzoeken naar wat werkt voor welke leerlingen, onder welke omstandigheden. De Vlaamse scholierenkoepel heeft in september een bevraging gedaan bij heel wat scholieren. Het was september. En toen zei 75% van de leerlingen in de derde graad dat ze eigenlijk wat heimwee hadden naar dat afstandsonderwijs. Dat ze de vrijheid van dat afstandsonderwijs apprecieerden. Natuurlijk moeten we geen vernieuwingen gaan invoeren voor de tevredenheid van leerlingen, maar dat maakt dat er toch wel wat lerarenteams, leerlingen, scholen zijn die geleerd hebben de voorbije tijd en die daarmee aan de slag willen. En dus, als er scholen zijn die daarmee aan de slag willen, denk ik dat we hen daarvoor de kans moeten geven. In een aantal presentaties deze voormiddag is er soms wat een karikatuur gemaakt van afstandsonderwijs. Alsof alles al op voorhand vast ligt, alsof de leraar vervangen wordt door een algoritme. Maar ik denk dat we de kans geven om afstandsonderwijs te verankeren, dat dat ook een vorm van pedagogische vrijheid is. Als bijvoorbeeld een school zegt, we zouden graag onze zesdejaars in oktober en november op woensdag niet naar school laten komen, maar we voorzien dan vormen van afstandsonderwijs en we doen dat met als doel om hen te laten ervaren wat het is om grote pakken leerstof te verwerken, te kijken of ze in staat zijn tot zelfsturing, daaruit te leren, ook met het oog op hun overgang naar bijvoorbeeld hoger onderwijs, dan denk ik dat dat een waardevolle argumentatie is en dat we dat soort experimenten, kleinschalig, beperkt, met veel opvolging, de kans moeten geven, ook in naam van de pedagogische vrijheid. Dus, dit webinar heeft als titel Is er tijd en plaats voor afstandsonderwijs? Dan zou ik zeggen, ja maar, of ja beperkt, of laat ons voorzichtig een beetje tijd, een beetje plaats voorzien voor diegenen die dat zien zitten, die daar zin in hebben en laat ons kijken wat die kleinschalige experimenten geven vooraleer we ronduit nee of ronduit ja zeggen op die vraag. U heeft vandaag al zeer veel gehoord
En de COC wilde met dit webinar het maatschappelijk debat op gang trekken. En uw massale aanwezigheid geeft aan hoezeer dat nodig is. Maar laat ons afspreken dat ieder van ons, ieder van u, zich daarbij zo grondig mogelijk informeert. En diverse perspectieven in overweging neemt. Ik deel graag met u een aantal bronnen die ik gebruikt heb voor het bekijken. Dat is uiteraard het referentiekader voor onderwijskwaliteit, maar ook het advies van de VLOR, nota van het departement onderwijs, de nota Digisprong, een aantal buitenlandse ervaringen. En al die informatie samen geeft een genuanceerd beeld over wat de kansen en de gevaren en valkuilen zijn van gecombineerd leren en afstandsonderwijs. Uw aanwezigheid vandaag geeft aan dat u mee wilt timmeren aan het onderwijs van de toekomst, maar op een onderbouwde, goed geïnformeerde manier. En zo is de cirkel weer rond. Dank u wel.